Kinderen zullen betrokken worden bij beslissingen en activiteiten die hen aangaan in de naaste toekomst. Dit zal onderdeel moeten zijn van het werk van het Kinderombudsbureau. Dit zei ad interim minister David Abiyamofo van Justitie en Politie vandaag in de Nationale Assemblée. Hij sprak in de tweede ronde van de regering bij behandeling van de conceptwet Kinderombudspersoon. De bewindsman zegt dat bij deze beslissingen en activiteiten jongeren in de gelegenheid zullen worden gesteld om hun mening te geven. Ook om mee te denken en invloed uit te oefenen op de uitkomst. In uw college is het voorstel gedaan om één vertegenwoordiger van de jeugdraad in de selectiecommissie toe te voegen. Ik kan u aangeven, voorzitter, dit voorstel wordt overgenomen. En artikel 4 lid 3 zal dan als volgt worden aangepast. 3. De selectiecommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Waarin in ieder geval zitting hebben vertegenwoordiger van de president, een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, maar ook een vertegenwoordiger van het Hof van Justitie, een vertegenwoordiger van de Jeugdraad, maar ook een vertegenwoordiger van een relevant ministerie. Ook is besloten om de benoemingsduur van de kinderombudspersoon te verkorten van 6 naar 4 jaar, zoals voorgesteld door leden van de Nationale Assemblée. Daarnaast gaat de regering akkoord met het voorstel om de herbenoeming van de kinderombudspersoon na evaluatie mogelijk te maken. De benoeming geschiet dus voor 4 jaar. En na beëindiging van de ambtstermijn is de kinderombudspersoon onmiddellijk herbenoembaar na evaluatie van de werkzaamheden van die kinderombudspersoon. En dan voor nog 1 termijn. Binnen de wet kinderombudspersoon worden verschillende waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat zelfs medewerkers van het bureau de rechten van het kind niet schenden.